Fijn dat jullie er allemaal zijn om met elkaar het kerstfeest te vieren. Is het wel op een beetje een rare plaats dat we met elkaar het kerstfeest vieren? Want eigenlijk doen we dat ieder jaar in de Urbanuskerk. En dan zitten we heel gezellig bij elkaar in een prachtige kerk. En dit jaar zitten we bij elkaar het kerstfeest te vieren in de gymzaal. En dan zul je zeggen, wat een rare plek om het kerstfeest te vieren in een gymzaal. En dat is eigenlijk ook nog een beetje zo. Maar ja, 2000 jaar geleden was het ook eigenlijk een beetje een rare plek om het kerstfeest te vieren. Want ja, toen werd Jezus geboren, ook niet in een mooie kerk. Maar hij werd geboren op een plek waar stro lag. En waar beesten stonden. En ja, ik weet niet waar jullie geboren zijn, maar waarschijnlijk niet op een plaats waar stro lag en waar beesten rondliepen. Want ja, de kinderen van groep 8, die weten wel, dat voldoet niet helemaal aan de regels van hygiëne. Nou, we vieren het dit jaar een beetje op een aparte plek. Maar ik denk dat het wel een hele mooie plek is. En dat het ook eigenlijk wel heel gezellig is om het zo met elkaar te vieren. Want van groep 1 tot groep 8 zitten we hier met elkaar. En dat vind ik heel gezellig. En ik vind het ook heel fijn dat we hier met elkaar vanmorgen zitten. En jullie zullen zometeen zien dat de kinderen, die staan elkaar om het voor jullie op te voeren. Die hebben ontzettend hun best gedaan om speciaal voor jullie een heel mooi verhaal van te maken. Ruud is de eer van het geluid, dus we hebben ook weer prachtig geluid, zodat het allemaal goed te verstaan is. En ik wil eigenlijk voor Ruud en voor de kinderen een fantastisch applaus geven. En we gaan beginnen. En ik wens jullie heel veel plezier. En de kinderen gaan zich aan jullie voorstellen wie ze zijn. Heel veel plezier en geef ze een groot beginapplaus. Yeah.
komen in het stadje Nazareth. Op een dag zat ze in huis. Plotseling stond er een engel aan haar kamer. Maria schrok. Je hoeft niet bang te zijn. Ik kom iets heel moois vertellen. God heeft je uitgekozen om moeder te worden van zijn zoon. Als ik geboren is, moet je deze doen. Maria was erg onder de indruk van de boodschap van de engel. Ze vertelde het verhaal aan Jozef de Timmerman. In die tijd was de keizer in Rome de baas in Palestina. Hij wilde precies weten hoeveel mensen in het land wonen, zodat iedereen belasting kon gaan betalen. Daarom moesten alle mensen naar de plaats gaan waar ze vandaan kwamen, om zich daar te laten inschrijven. Zo kwam het dat er een heleboel mensen in Palestina afwijs moesten. Maria en Jozef woonden in Nazareth, maar ze kwamen allebei uit Ethiopië. Daar moesten ze nu naartoe reizen. Het was een lange, zware tocht. Laat kwamen ze in Bethlehem aan. Jozef liet Maria de hele weg op de ezel zitten. Ze was heel moe, want het kindje zou binnenkort geboren worden. Jozef wilde zo snel mogelijk op de plaats van hem te slapen. Kan niet helpen. Nergens in Bethlehem was er nog een plaats om te slapen. Ten slotte was er één vrouw die medelijden kreeg. Ik heb geen tijd voor jullie, maar jullie mogen wel in de slaap. In die nacht werd het kindje Jezus geboren. Maria knikte op een paar doek om het kindje heen, zodat hij het niet uit zou krijgen. Jozef. Dit was het kindje. En daar legt ze het kindje Jezus in. Thank you.
zaten. Opeens hoorden ze een baby huilen. Dat moest kindje Jezus zijn. Snel gingen ze op het geluid af. Kom maar binnen. In de stal zagen de herders dat alles precies was als de engel het hun verteld had. Kindje Jezus lag in de kribben tussen de dieren. De herders knielden voor hem neer. In een ver land in het oosten woonden drie wijze mannen. Iedere nacht keek ze naar de sterren, omdat ze wisten dat die nog soms een betekenis hadden. Overnacht zagen ze opeens een nieuwe ster. Hij was veel helderder dan de andere sterren. Kijk, het kan maar één ding betekenen. Hij is koning geworden. De drie wijze mannen zagen de mermelen en gingen op reis. De koningsster wees hun weg. Het was een lange reis door de woestijn. En tenslotte kwamen ze in Bethlehem. De ster bleef staan boven de stal waar Jezus was geboren. De wijze mannen gingen de stal binnen. Daar waren Maria en Jozef en een paar dieren. Toen ze het kleine kindje in de krib zagen liggen, begrepen de drie wijzen dat ze een nieuwe koning hadden gevonden. Ze knielden in stroom. Drie wijzen hadden natuurlijk geschenken meegenomen van Jezus. Want ze wisten dat dit kindje de koning zou worden van alle mensen. Nu weet je dat het kindje van Jezus is geboren. Vieren de geboorte van Jezus ieder jaar tijdens het kerstfeest. Kerstfeest is een feest van vrede op aarde. Dat vinden wij allemaal fijn. We spelen elkaar een vrolijke kaart en we zingen samen. Thank you.
zeggen jullie dat ze het fantastisch gedaan hebben? Maar misschien was dat het einde van de kerstviering, maar niet het einde van gezellige dag. Want jullie gaan waarschijnlijk, als jullie terug zijn in de klas, nog een klein beetje iets gezelligs doen. En dan hebben we natuurlijk vanavond een kerstviering. Allemaal. Voor straks. En heel gezellig gisteren. Nog even heel goed luisteren. Want aan die kant gaan straks de kleuters als eerste naar boven. Want die hoeven geen stoelen aan te vullen. Aan deze kant gaan we even gewoon op volgorde.